buitengewoon in het land is een rondreizend restaurant door Nederland. Rondreizend toprestaurant door Nederland. Daarmee werken we samen met lokale restaurateurs, lokale producenten op de meest unieke plekken in het land. Plekken waar nog nooit eerder mensen hebben gedineerd. Denk aan plekken als midden in het maïsveld. Of dan onder die geweldige boomrij op dat schitterende landgoed. Plekken waarnaar je kijkt als je dus in de files staat. Dat zijn de plekken die wij zoeken. Nou, volgens mij is het niet durf dat we op prachtige locaties zitten in de buitenlucht. Dat is allemaal hartstikke leuk. Volgens mij zit de durf er vooral in dat we durven los te laten. Delen. Ja, dus het niet helemaal willen, een soort natuurlijk stramien, maar je wil het niet helemaal regisseren en dat maakt het erg spannend. Het gaat er vooral om dat we gaan samenwerken met mensen die we niet kennen, maar dat maakt het ook zo super interessant dat we zoveel nieuwe mensen leren kennen en dat brengt ons heel ver. Wauw, ik voel me gewoon helemaal gelukkig vandaag. En ik heb zoveel nieuwe mensen leren kennen. Nou, en wij als zeg maar horecadieren zijn misschien zo nu dan vergeten waar het om gaat. Maar volgens mij gaat het daar. Ja. En, nou, en dan, als dat kan dan met heel veel lef, nou, maakt ons wilde honden extra gelukkig.